Yo mensen, toch deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de nieuwe Almere City Manager Career Mode. En we gaan vandaag weer door waar we vorige keer gebleven waren. We krijgen een wedstrijd in de Comers League. Maar eerste wedstrijd tegen FC Utrecht in de competitie. We spelen thuis in haar stadion. En we gaan kijken of we tegen Utrecht kunnen winnen. Of we in ieder geval een goed resultaat kunnen gaan halen. De eerste aanval is van FC Utrecht. Jensen. Romaini, Romaini, geen uitspreekt. uitspraak. Hier valt de bal weer voor um, Almere City. Foussa Mensa, Joe. Foussa Mensa, komt er aan een goede voorzet uit? Die komt er niet. Peters, en dan uiteindelijk de redding van de keeper. Hier gespeeld, een vrije trap nu voor FC Utrecht. Romaini, Romaini, Jensen, krijgt de bal niet. Balweer, alweer op Utrecht, Castro, Romaini, Jensen. En de verdediging van Almere moet uh, werken nu, Brouwers. Kaya. En nu onderschept de Almere City. En nu alsnog een kans. Weer voor Utrecht in de 23e minuut. Arzacan. Maar En dus een te harde paas. Waardoor de ingroei was voor Almere. En hier de kans voor Almere in de 34e minuut. Martinez, Martinez, Joe. Ik krijg het in bij een medespeler. En vlak voor, vlak voor rust komt er nog een laatste kans voor Almere. Voor een 1-0. En die valt niet. De bal gaat naast. Tussen de tweede helft nu. Utrecht met een vrije trap. Romeini. komt voor. De bal weg op Opwakkerd door Vera. Weer een aanval voor S. Utrecht in de 54e minuut. Brouwers. Brouwers. Richting uh, Bosnogan. Almere heeft de bal onderschept. Goed gedaan. Nu in de 62e minuut. Een aanval voor Almere City. Hier met uh, Muntanu. Men, ja, Mentanu. De spits, in ieder geval, maar die krijgt de bal nog niet in. De bal naast. Nu nog een kwartier te gaan, nog steeds 0-0 tussen Almere en FC Utrecht. Hier komt er een kans voor FC Utrecht. Goed verdedigd op het laatste moment en misschien een countermogelijkheid. Martinez. Martinez is op snelheid. Martinez is te langst. Dan moet de bal nu goed voorkomen. Martinez geeft hem laag voor en die raken we de bal kwijt. Nu Utrecht in de 75 ste minuut, als het nog steeds het laatste kwartier is. En de bal weer onderschept. de bal weer naar voren gericht voor Almere. Dan moet hier dan 1-0 vallen. En nu valt hij wel. Maar nee, ging naast. Maar ja, het is een 0-0 gebleven. 0-0. Ik dacht dat het erin zat. Maar het blijft 0-0 tussen Almere en FC Utrecht. En dan hebben we nu een lastige wedstrijd tegen Royal Antwerpen. FC, de ploeg waar Mark van Bommel hoofdtrainer is. En we gaan kijken wat we gaan kunnen doen tegen Almere City. We hebben, met Almere City tegen Royal Antwerpen. We hebben 7 punten in de Conference League. Nu tegen. Gooi Antwerpen, moeilijke tegenstander. We gaan het zien wat deze wedstrijd gaat worden voor de ploeg van Mark van Bommel. Want wij zitten nu met Almere bij Mark van Bommel. Dus ja, ik weet niet wie er nu daar terrein is. Maar in ieder geval niet Mark van Bommel, want die hebben we hier. Lee Jassoum, Gooi Antwerpen in ieder geval nu eruit. Er is dus een overtreding van Foulssa Mensen. Hij trap voor Gooi Antwerpen. Nog hier voor Almere nu in de 17e minuut met een aanval met uh, Peters. Peters vindt zijn medespeler. Jazeker, daar komt hier een kans voor een 1-0. En die valt ook. De voorsprong voor Almere City staat. En dan is het 1-0. Perfect voor de ploeg van Van Bommel. Tussen de 28 minuten, de volgende kans dient zich aan. En ook het volgende doelpunt al. 2-0 voor Almere. Allemaal in de eerste helft gemaakt. Nu komt er een strafschop voor Roy Antwerp. Wordt het. Um, Bilak Wisha of uh, Bakker. Het is uh, eerst genoemde die het scoort. De aanstellingsterf voor de 2-1. Tussen de tweede helft. Minuut 60. Waar uh, Roy Antwerpen meer kansen krijgt. Hier weer. Waar de verdediging gewoon goed tussen zit van Almere City. Nu laat. 10 minuten van de wedstrijd. Nog steeds de 2-1 voorsprong van voor Almere. Waar Roy Antwerpen er weer op wit uit te komen. De verdediging van um, Almere doet het perfect. Ook hier weer. Goed gedaan. En dan is er nog een, een vrije trap. Zelfs. Almere, dan kunnen we de wedstrijd helemaal naar ons toe trekken met een 3-1. Mocht dat lukken, de redding. En dan komt er geen kans voor een rebound. En dan is het klaar. Nee, nog niet. Nog een laatste kans voor Royal-Antwerpen. We moeten oppassen. Nu moet het allemaal gaan verdedigen worden nu voor, door Almere. Lukt dat? Jazeker. Goed gedaan. Goed verdedigd. En dan eindigen we de wedstrijd in een 2 0 winning Let's go. Dat willen we zien natuurlijk winnen in de Conference League. We willen natuurlijk zoveel. Ja, we willen natuurlijk doorkomen. Nu Sparta. Twee keer tegen Sparta. één keer in de competitie. één keer in de beker. Wat doen we tegen Sparta in de competitie? Deze wedstrijd gaan we snel simuleren tegen Sparta. En die spelen we gelijk. 2-2. En dan hebben we nu de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. En dan hebben we Excelsior in de competitie. We gaan kijken wat we gaan kunnen doen tegen Sparta in de beker. Deze spelen lenen we uit. En wat doen we tegen Sparta in de beker? We gaan het meemaken. We gaan het, met het spelen. We gaan wel heel wat aanpassingen maken. Want heel veel spelers zijn moe. Santos speelt, Robairo speelt. Saavedra speelt, Bilbao speelt. Chi speelt. Heel veel ja, spelers geven we rust. Neem we ook wat spelers mee. En we gaan kijken of we met dit elftal kunnen winnen van Sparta. Moet er wel goed komen. Al stuk minder beter elftal dan we hebben. Ook is Robayo wel een goede speler, en die gaan we zeker. Ik was maar eigenlijk een beetje vergeten, Robayo, de jeugdspeler, maar ik ga hem in de basis zetten vanaf nu. In het uh, ja, basiselftal die we hebben. Wat die beter in het algemeen is dan sommige spelers die we hebben staan op het middenveld. Hier komt trouwens nu een eerste kans voor Sparta. En dat is goed gered door de doelman. Foranus heeft nu de bal opzitten. Misschien de counter mogelijkheid. Nu voor Almere. Goed. De flanken goed gespeeld. Er moet er nu een voorzet komen. En die komt er. Maar de bal te ver voor Bilbao. Vera. Schot geblokt. Hier bal voor Safdras. En hier de bal voor Santos. Maar die krijgt er nog niet in. Nu weer kans voor Almere in de 16e minuut met Vera. Te ver voor zich uitgespeeld, slordig. 39e minuut, nu een kans voor Sparta. Kitolano. Kitolano met het balbezit, bal richting Breim. Goed verdedigd door Almere. Dus in de tweede helft. 46e minuut. Sparta voor Almere City. De met de vrije trap, de bal komt in indraaiend. Maar de bal in handen van de doelman. Nu een kans voor Sparta in de 67e minuut. Saito. Saito, nog steeds. Druk wordt opgevoed door Almere. Veldhuis. Een goed onderscheid nu met de counter. Nee, die komt er niet. Nu de laatste 10 minuten een kans voor Almere City. Peters. Peters krijgt hem bij Ribeiro. Goed. Ribeiro. Dominiquez. Krijgt hem toch bij een medespeler Bilbao. Bilbao. En die scoort hem 1-0 voor Almere. Bilbao maakt hem in deze wedstrijd. En is dus gelijk de winnende. Door naar de kwartfinale. In de KNVB Beker toernooi. Dat is mooi om te zien. En nu wacht tegen wedstrijd tegen Excelsior. Dan de laatste wedstrijd in de Conference League. Hebben we tegen Stoemgas. Wat doen we tegen Excelsior? Snel simulerend. Spelen we weer gelijk? 1-1. En nu wachten de we wedstrijd tegen Stoemgas in de Conference League. Dat is de laatste wedstrijd in de Conference League. Volgens mij wel. Als ik het goed heb. Ik weet het niet 100% zeker. Hem uh, Gaan we uitlenen aan Hull City. En we gaan hem even kijken. Ja, we gaan in ieder geval dus nu. Peders eruit halen en uh, Ribeiro erin zetten, peders nemen we wel mee want hij is wel uh, een goede middenvelder maar Ribeiro komt op zijn plek te staan en de volgende aflevering is het dus Terrum Stoom, laatst zeggen. hebben bedankt dat kijken heb ik op het gedaan en dan uh, ga je eerst even, nee, eerst even wat toevoegen in zijn landen, in Nederland uh, in Albanië en ik doe er eentje weer in, uh, in uh, ja gewoon in de Republiek Korea en dan, uh, ja, gaan we hier doorheen en dan is de volgende aflevering tegen Zoemgras, bedankt voor het kijken en later. Doei! doei.